zijn we terug bij een nieuwe aflevering van Ark Ascended. Leuk dat je er weer bent. Oh, ze zijn al verzameld. Hey, jongens. Jongens, leuk dat jij weer kijkt. Jongen, leuk dat jij weer Hallo. Kijkt. Hey, ben je er weer? Nee. Oké, doei. Hey, wat fijn dat jullie er weer zijn, jongens. Goedemorgen, joh. Tijdens de Ark. Goedemorgen, gast. Het is middag. Morgen. Morgen. Morgen, gaan als uit. Hey, hebben jullie ook slechte dromen gehad over die raid? Van nachtmerries? Van, ach, had ik het maar zo gedaan, had ik maar dit gedaan. Ja. Ik heb daar eigenlijk toch nog wel een beetje spijt. Ja, ik heb spijt dat ik gewoon echt moest stoppen, want ik kon hem niet doorpakken. En ik denk eigenlijk, als we nu gaan kijken, dat hij nog meer defense heeft. Dat denk ik ook. Dat ben ik echt heel erg bang voor, eigenlijk. Ik weet ook niet of jullie de triplog hebben gezien, maar Zwarte Markt heeft 2 bedden gesloopt. Die zijn van mij. En een kikker. Ja, die kikker is door die fanguns. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ze hebben in ieder geval mijn bed gevonden die ik bij hun baas had neergezet. Oh, die kikker is zo'n wilde kikker die ik al had getamed. Gewoon achtergelaten. Is dat wat je met elke dino doet? Jezus, gast. Kan echt niet. Trouwens, ik waardeer het als je even kan liken. Laten we gaan voor 2000 likes per video. Ik weet dat we het kunnen, jongens. Ik weet dat we het kunnen. Er zijn een paar dingen die ik dus wil doen. Ik wil reden. Absoluut. Ik denk alleen dat wat die wil je doen, poging vergaan is. Nou, kijk, ik wil dus reden. Maar ik wil eigenlijk ook even de defense of zo uitbreiden. Hey, oh, heavy. Oh, lekker. Ja, ik wil een dolfijn temmen. Ik wil een angler hebben. Ik wil een dak boven de basis. Ik wil meer claim op het eiland en Plant X en zo, weet je wel. En ik wil eigenlijk ook iemand reden. Maar ja, je kan zoveel kanten op nu, weet je wel. Dat, wat is wijsheid, weet je? Wat is wijsheid? Dolfijntjes zo gedaan, denk ik. Als ik mutten heb. Gaat goed, met Tony. Gaat goed. Met Tony. Poep op zijn hoofd. Wat? Ja. Ik kan niet poepen. Ik kan niet poepen. Hou hem tegen. Zet hem vast. Oh, kut. Dat was volle wal. Oh, je bola's. Die is ook wel handig. Hou hem tegen. Dat is de verkeerde. Ik heb de goede, toch? Je hebt de verkeerde. Ja, in ieder geval, jongens. Dat zijn de opties die ik voor nu open heb staan. Ik moet wel even snel bola's. Waar zijn al mijn... Wat als ik even dingen opberg in de kist, ben ik ze weer kwijt. Ik denk gewoon oprecht dat andere mensen het gewoon pakken. Oh, wacht eens even. Hier zijn mijn bola's gewoon. Nou, maar ik ben gewoon dom. En ik... Oh, trouwens. Ik had dus nog heel veel van deze speerbols. Grind. Let's go. Let's go. Oh, het gaat nog door. Het gaat nog door. Moet het niet doorgaan nog? Kijk hoeveel. Kijk hoeveel. Metal. Lekker. Vind ik mooi. Ja. Goed. Hey, wacht eens even. Nu staat het wel in mijn beeld. Extra toolbars. Oh, dat is ziek. Hey, wisten jullie al dat je extra toolbars had? Ik kom daar oprecht net achter. Ja, ik ook. Ik zag het opeens. Ja, ik ook. Mensen hadden het wel al gezegd dat het een ding was, maar... Ja, Q ingedrukt, toch? Ja, Q ingedrukt houden, ja. Oh, wat ziek. Oh, wacht, maar dit is wel verwarrend eigenlijk. Oh, maar dan kun je echt een aanvalstoolbar pakken en een gather toolbar. Ja. Maar hoe zet je dat... Hoe stel je dat in? Moet dat dan... Kun je ook 9 en 0... Huh? Oh, dan moet je hem elke keer met Q eerst klaarzetten. En dan naar... balk 2 gaan bijvoorbeeld. Dan I. Ja, oh, dat is wel lastig. Maar oké, dat is wel handig. Lastig, maar handig, zeg maar. Ik weet nog niet wat ik hier helemaal van moet vinden eigenlijk. Maar het is wel heel chill. Dat sowieso. Oké. Damn, het staat er nu gewoon zo opeens. Alleen, hoe haal ik dingen weg? Oh, dan moet ik eerst Q uitzetten. Huh, nee, het werkt echt maar half alsnog, of niet? Het werkt alsnog maar half, jongen. Ik snap het niet helemaal, want de balken komen niet overheen, zeg maar. Nou ja, prima. Ik ga maar eens wat doen, denk ik. We hebben nog maar 1 schaap, toch? Zijn lastig te vinden. Die zijn heel lastig te vinden, ja. Het zou wel chill zijn als we er gewoon meer hebben voor mutten, natuurlijk. Want ik wil op zich wel een dolfijn hebben, maar ik kan me nog herinneren dat dat een passive tame was. Yes, klopt. Met vlees, dus... Ja, man, ja. Kijk, net geen zin in. Maar het moet wel gebeuren. Ja, Prime werkt ook wel op een dolfijn. Wat, Prime zei je? Ja, Prime werkt ook wel. Hmm. Oh, en ik moet even een extra longneck hebben. Hebben we nog een longneck ergens liggen, denk je? Je kan die nu repairen die je gisteren van... Oh ja, tuurlijk. Ja. Het is wel even geleden dat ik dit allemaal heb gedaan. Of heb gemoeten vooral. Volgens mij niet meer slinker. Per, wat heb ik daarvoor nodig? Metal. Metal! Boink. Oh, is wel duur. Oké, ik maak even de nodige dingen. Ik zweer, jongen. Ik ga zo snel door mijn grapples heen. Het is echt om te janken. Oké, ik heb alle spullen die ik nodig heb, jongens. Wat gaan jullie doen? Behalve de hele beest smoken. Hoe is het met ons geheime project? Ik bedoel, hoe is het met ons geheime project? Elke keer als ik bed travel, 500 capsules en 8, 9 turrets nu, 3 vaults, Indie Forge, 2 fabricators, 2 nice. Koelkastjes, smithies, alles op nice. Ik ga er binnenkort eens even een kijkje nemen, nu nog niet. Maar ik moet wel even voordat, we moeten Megalodon, Dolfijn, we moeten alles hebben eigenlijk voor onder water. Basilo, ja. Dunkleostes. Ik ga denk ik even deze aflevering beginnen met scouten bij de Redwood. Gewoon even kijken hoe het daarbij staat, oké? Met fiscaal overzicht. Ik ben straks weer terug. Die niet al drie keer neer zijn gaan. Nee. Oké, boys. Ja, laten we nu even goed beginnen. Ik was even verzamelen even aan het begin van net dus. Wat we net gedaan hebben. Was even lastig, hè? Maar nu hebben we dan ook wat, hè?
Dat is mooi. Ik ben niet heel erg voorbereid op een aanval, zie ik nu. Ik heb geen... Oeh, ik moet wel even parachutes fixen, man. Dat de parachutes zijn super belangrijk. Hide and touch. Oké. En heb ik nou echt helemaal... Ik heb geen pickaxe bij niks. Dat is ook echt dom. Dat is echt mokerdom. Oh, we weten nog steeds niet of we dus een Rhinognacia goed kunnen temmen of niet. Volgens mij moet het gewoon werken. Alleen op een of andere manier wil het gewoon niet. Nou, dat zag er mooi uit. Jezus, wat een pooi op basis. Ik ben echt 3 seconden weg. What the fuck? Die kleuren. Oh, nee. Elke beest 1 kleurtje. Nee, dit is echt te veel. Ik voel me echt alsof ik zo'n nachtclub binnenstap nu. What the fuck? Yo. Welkom, René. Even hoor, even. Ja, ik wil wel even een pickaxe vergeten en zo, maar dit, damn. Raar hoor. Dit is pijnlijk om te zien haast. Oké, nou, ik ga nog een keer even kijken in de Redwood. Be right back. Oh, dat dacht je. Psych, ik moet even wat hide hebben. Oh, Teresino's moeten we ook een keer hebben. Een keertje gewoon. Ik moet even een lijstje maken van dingen die we moeten hebben. Dat gaat misschien 10 keer zo goed. Ja, gewoon een... gewoon 3 bordjes neerplaatsen in de base met dingen erop. Ja, bijvoorbeeld of gewoon even een progressielijstje. Oké, nu ga ik wel echt kijken. Joe! Nou, daar gaan we. We hebben nu parachutes. Daar ging hem even om. Dan kan ik mezelf in ieder geval redden als ik word gepikt. Voor een groot deel. Ik vind in ieder geval, ik heb een kans om mezelf te redden. Alright. Ja, die lucht is wel echt lelijker geworden, jongens. Vooral in de snow. Ik weet ook niet wat het is. Ja, ik kan het mooier maken met die RTX, maar dan wordt de snow dus lelijk. Het is echt... kies maar, wat wil je hebben? Welke wil je? Hey, is dat een Ovis? Oh, als dat een Ovis was, jongen. Oh, dit is... Oh, trouwens, er is een cheat, jongens. Oh. Zal ik het eens laten zien? Dat is echt de grootste arc cheat die er is. Die is echt niet oké. Die is oprecht niet oké. En als het goed is, kun je het gewoon doen. Het is wel heel handig als je teams zoekt, maar oh jongens, nee joh. Ik zou het gewoon haast niet willen laten zien. Oh, oké, ik ga het laten zien. Volgens mij is het deze command. Oh, ja, dan kun je gewoon door het water heen kijken. Als je in het water ziet, zie je wel gewoon water, zeg maar. Zit, zie je wel gewoon water, zeg maar. Sorry, ik kan echt niet praten af en toe. Ik ben ook nog steeds niet helemaal opgeknapt. Maar oh, als je een waterdino ziet, je kan echt gewoon waterreflectie uitzetten van bovenaf. Dit kan echt niet. Dit is toch... Het ziet er wel oprecht heel ziek uit, hoor. Maar dit... Oh, nee, joh. Hé, hey, dat ziet eruit als foundations. Toch? Ja, ja. Zwarte mert. Wat doen die hier? Maar nog geen hutje. Oh, ja. Het ziet er wel oprecht heel lijp uit. Maar dit is echt een cheat, jongen. Kijk, ik zou... Als ik geen video's zou maken, zou ik echt deze dingen gewoon aanhouden, weet je dat? Zolang het erin zit, waarom niet? Net als shadows uit, al die dingen uit. Het is gewoon puur omdat je dan een soort van beter kan spelen. Maar ik geef wel een beetje op hoe mijn video's eruit zien. Dus ik zet dit soort dingen, voilà. Dit is wel ideaal voor een dolfijn zoeken en een haai. Dus zoek je onderwater dino, gebruik deze truc. R.water.singlelayerspatie0. Je moet alleen oppassen als je vliegt, dat je niet per ongeluk het water in vliegt, want je ziet het niet. Totdat je erin zit. Dus even dat jullie dat weten. Trouwens, als ik prime meat vind, kan ik ook wel even een dolfijntje temmen. Kijk, en nu is het dus een probleem, want nu heb ik alleen maar naar het niet water zitten kijken en nu is mijn stemmen nou op. Potverdomme. Joink. Ja, kijk. Dus de... Oh, dit is echt insane. Kom op! Je kunt het! Je kent het. Yeah. He did it, though. He did it, though. Dog Dimmerdo, he did it, though. Oh, ik zie dat jullie langzaamaan petities aan het beginnen zijn om de oude intro terug te brengen. De... You've got the feeling. Willen jullie dat echt, jongens? Is dat echt iets wat jullie willen? Laat het me dan weten. Begin gewoon heel veel petities in de comments als jullie dat als intro willen voor deze serie. Dan zou ik even erover nadenken wat ik ermee zou doen. Zelfs met dat stomme mannetje met dat zwaardje. Oh, that will hurt my feelings. Maar oké, okay, weet je. Clant is king, hè? Clant is king. Als jullie dat willen... Clan's King. Is hier een baby dodo? Dat is geen baby. Oh, wel baby kompie. Jezus, gaan we nog killen of wat? Kom op. Baby! Ik had ook een kompie, toch? Leeft hij nog? Dingen zijn zo mini, jongen. Het staat echt helemaal nergens op. Baby kompies heb ik echt altijd al bizar gevonden. Yo, eerlijk, 14 prime meat. Hallo. Hallo, hallo. Dat ik kan gewoon... Ja, eerlijk, dat is gewoon een dolfijn, joh. Nou, waar zijn de dolfijnen? Heel even een dolfijntje te hebben. Vind ik prima. Ik prima een dolfijntje vinden. Hé, een dolfijntje. Hé, jongen. Level 15, bro. Moet wel levels hebben. Die kan ik dan wel mee terug. Hé, wat de fout is dit? Ark Opa. Ik ben hier al sinds 2015. Groetjes, Ark Opa. PvE. What the fuck? Oké. Oh, dit ziet er al ziek uit. Ah, man. Nu ziet het er weer echt awesome uit. Die rotsen. Met dat licht. Ik vertrouw trouwens nog steeds die dodo-hub niet helemaal. We zijn nu al een beetje normaal met ze. Maar hij zei, ja, Jamie dit, Jamie dat. Toen dacht ik, bro. Wat is jullie trouw? Bro, wat doe je? Oh! Dat is een Alpha T-Rex, bro. Die, nee. Daar gaan we gewoon even niet mee spelen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Ik moet wel oprecht even wat stamina hebben. Is er echt zo'n groot gebrek aan dolfijnen? Dat kan toch niet? Is dit het grote dolfijnentekort van 2023? Oh, joh, dat ziet er vet uit. Dit zou Aberration kunnen zijn, man. Oeh, Alpha High. Oh, joh, man. Je kan ook echt... Oh, dolfijn. Level 50? Level 5. Heh.
I mean, level 50. Het kan even. Level 50 zou even kunnen. Ik zie daar alleen wel die Alpha High. Oké, wacht. Ah, is al mijn mijn prime is allemaal gespoild. Nee. Oh. Oké, hoeveel is dit een normaal vleesje? Oké, waar zijn de parachutes? Zal ik even daarop? Regular Delphin, where you at, man? Kom hier, jongen. Kom hier. Ik hoor een fluitje. Volgens mij. Is dat level 50? Ja. Een dolfijn is wel gewoon een beetje de water-PTE, toch? Hallo, wat ben jij, mooie vis? Je moet gewoon lieve woorden tegen ze zeggen. Dan raken ze gehecht aan je, jongens. Oh, waar zijn mijn bola's nu weer? Oké, ik weet niet wat de passive food timer is hier, hè? Zo, wat? Dit is wel chill, man. Zo'n flashlight onder water. Hey, 61. Oké. Nou, nog één hapje en dan hebben we een dolfijn. Lekker. It's Tjornis saddle. Die is volgens mij super cheap. Raw metal fiber hide. Wood. Raw metal fiber hide. Wood. Hide. Fiber wood metal flint. Dit zijn niet de metal stenen. Ze zijn allemaal niet echt de metal stenen, trouwens. Oh, ik had verwacht dat hier wel een paar van die ronde gladde metalstenen zouden zijn. Hé. We gaan deze eerst even temmen. Dan hebben we dat gewoon binnen. Fixen we daarna het zadel wel. We kunnen sowieso bij de Redwood even metal halen. Hallo. Oh, jij maakt dat geluid. Nee. Kom terug. Niet te diep ingaan. Kom terug. Ik heb vleesje. Let's go. Oh, ik kan echt niet rekenen. Tuurlijk. Ik kreeg 30% per hap. Dus er moet nog één hap. Kijk eens wat mooi. Aurora Borealis. Hé, wat was dat? Dat was iets geks. Daar zag ik een gek dier zwemmen. Ik zag iets geks. Oh, dat is een dolfijn. Wacht, welke level is die dan? Level 40! Oh mijn... Oh man, dat is ziek. Waarom ga jij hier zwemmen wanneer je bijna getemd bent? Ja, ik wil niet dat die haai op me afkomt, maar juist die andere. Joink, what the fuck? Joink. Grapple werkt niet. Grapple is trash. Ja, gaat hij naast de alpha haai zwemmen? Ik wil gewoon even simpel een vis temmen, jongen. Een simpel visje. Ja, die alpha haai, die gaan me echt keihard slopen, jongen. En als ik dat ding tem, dan wordt hij target voor de haaien. Dan wordt het letterlijk haaienvoer. Kom, ik wil gewoon even scouten hoe het ervoor staat. Waarom ga je precies daarbij zijn? Kijk, ik wil er gewoon even één hebben, al is hij een beetje bezig. Want je kan toch niet levelen op movement speed. Dat ik even watervervoer heb. En vanuit daar, weet je, kan ik even misschien beter Megalon doen temmen. Nee, dit is not. Kom. Oké. Let's go, kom hier. Fiscaal overzicht. Waarom doet mijn grapple ook gewoon niks? Oh, wacht, hij doet wel wat. Joink! Wow, hij is snel, jongen. Turbo ding. Oh, kut. Hij gaat dood. Kom hier. Ja, hé. Waarom? Laat hem met rust. Nee! Niemand mag jou. Klote beest. Al die rotmoeite. Potverdomme. Dit is van de kevers. Oh, dat is Julian die ons probeerde te pikken en te killen. En dan staan daar nog haaien van ze. Oeh, plus 5? Oei, die kan ik niet neerkrijgen. Die heeft veel te veel HP. Oké, maar dan is dit waarschijnlijk een water... Ja, ik zou ze kunnen C4'en. De Argies op zijn minst. Zou ze aan het levelen zijn of zo? Of is dit gewoon... Met de Argies hier van... Oh, is dat een dolfijn? Beter is hij niet getamed. Oh, hij is niet getamed. Nou, misschien moet ik er niet tussen haaien van letterlijk een andere tribe gaan temmen. Nou, als ik tussendoor een stack weer tegenkom, ben ik ook ontzettend tevreden. Ja, jongens, ik ben... Oeh, what's that? De kevers. Stone doorway. Huh? Is dat een taming pen? Dat is meer een taming pen, denk ik. Misschien voor een Gnatia, dat zou kunnen. Oh, wacht. Ik ben ook dicht bij die andere basis nu, toch? Ja, oké. We gaan eerst deze checken. Hier is hij dan. Daar zijn we dan. Zo'n Tapajara zou nou lekker zijn, jongen. Oh, nee. Kijk, dit bedoel ik. Iets dichterbij, want dat laat allemaal niet in. Ei. Turretje. Heeft 2 turrets extra, sowieso. Oeh, dan moet ik even tegen de boys zeggen. Ja, voornamelijk 2 turrets extra. Ik was dus nog van plan, of ik had het idee dat ik misschien allemaal wilde dinos in het hok kon droppen. Die kon wel eventueel killen, zodat we line of sight hadden. En dan gewoon met z'n drieën runnen met C4. Dat was eigenlijk gewoon het plan. Shield, C4, biertje, focal chili, battle tartar. En goede vlak. En dat is in principe... Ik wist gewoon vooral niet of het de investering waard zou zijn. Want we weten niet wat we eruit krijgen. Maar aan de andere kant, als het lukt, kunnen we onze spullen terugpakken. Maar nu... Ja, dit gaat ons slowen. Dat is ook wel... Oh, die ziet mij... Dat ging ongemakkelijk. Er is niks aan de hand. Waar heb je het over? Wat? Wie was dat? Ik was er niet. Ik weet geen eens wie ik ben. Waar ben ik? Ik ben dement. Waar? Hallo? Weet iemand mijn naam nog? Als hier een Tilo zit, ga ik huilen. Ik moet landen namelijk. Zo, ik moet ook echt even een minor helmpje hebben, jongen. Voor in de avond. Voor in het donker. Dat is veel te creepy anders. Ik zie je al spieken. Ah, chips. Is dit onze Stone Gateway nog?
Oké, waar was die andere beest? Die was hier beneden ergens. Dat was bij... Oh, daar. 100% daar. Ja, deze mensen zeiden dat ze in een cave woonden, maar ik... Weet dus niet of hier een cave zit of niet. Ik denk dat zij... Ja, ze hebben ook al uitgebreide defense nu. Shit, man. We hadden misschien toch deze moeten kiezen als target. Ah, ze hebben die kant ook afgespiked, zie je dat? Ja, niet dat dat heel veel uitmaakt, maar... We moeten even goed inladen. Oké, gaan we even spieken. Eén turret. Daar zit de ingang, maar is metal nu. Ja, maar is wel cave damage. Dat is een voordeel. Oké, ze hebben hier nou wel echt... Wacht eens even. Volgens mij zie ik de gen gewoon staan. Ik heb zo'n idee dat daar de generator in zit. Die zouden we kunnen runnen. Oh, wacht. Misschien hebben ze twee gens. Ja, ik denk dat ze twee gens hebben. Ja, ik zie daar een klein beetje een reflectie doorheen schemeren, zeg maar. Dat randje. Ik denk dat daar dus een gen in zit. Maar... Oh, daar zit... Laat daar geen turret op? Of moet het vooral inladen? Oh, daar zit wel een turret op. Heavy! Heavy de... Oh, nee! Ja, en de basis zit erachter. Oh, nee! Ja, man. We hebben staggers nodig, man. We zitten echt op het punt dat die goedkope trucjes allemaal niet meer werken. Wie is dit nou weer? Knoesterballen? Zit ze nou een fop hier te maken? Maar dat is Knoesterbal of Jamie. Die gaat deze gewoon reden. Ja, dat is een heavy, jongen. Dit is 100% fop. Bedden. Racer. Die gaan ze waarschijnlijk gewoon gebruiken als line-of-sight dingen. En die foundations, zijn die geknoest of niet? Nee, dat is zwarte markt. Oh, dit kan wel oud zijn, want die gaten ze daaruit. Oké. Ik deel wat targets. Maar wel gewoon goede informatie, weet je. Paracers zijn oprecht wel 10 keer zo makkelijk te vinden dan stego's. Dat is echt zonder twijfel gewoon de waarheid. In principe, ook als we nog eentje vinden, kunnen we beter racers gaan... Ja, stego's zijn zo zeldzaam. Ik wil ze wel, maar... oprecht, man. Die dingen zijn niet te vinden. Nou, gezellig hier met al die allosaurussen. Ik wil eigenlijk alleen even metal hakken. Ja, maar ze vallen volgens mij niet meer echt, hè. Of toch wel, laat maar. Hey. Oh, daar komen de broertjes. Hey, laat maar. Mijn argument was dom. Komt u maar. Kom maar door. Lekker. Ik heb opeens een dikke hersenscheet, jongens. Zeg nou dit het Ichthyornis of Ichthyosaurus? Want Ichthyornis is die stomme vogel. Ik zag hier volgens mij eens een dolfijntje. 3 jaar later hebben we bijna één. Hier! Oh, dat is het ook even 135. Kom hier. Ik heb nu level 90 bijna getekend, maar die van 135 wil ik hebben. Oké, nailed it. De eerste is binnen. Ornaas. Ja, ik wil die... Ja. Even nu even jou het zadel geven. Let's go! We hebben ze allebei, jongens. We hebben ze allebei. Perfect. Boink. Oké, broeders. Kom mee. Oh ja, deze is snel. Oh, deze is snel. Let's go. De PT... Oh, de PT kan het bijhouden. De PT kan het bijhouden. Oh, ziek. Ja, dit wilde ik hebben. Nu heb ik in ieder geval een mooi instapje in de watercontent. Ik heb al zo lang in mijn leven geen Ichthyosaurus meer getamed. Was gewoon natuurlijk nooit echt nodig of iets. En ik kan natuurlijk meteen een Megalodon tamen. Eventueel gewoon vanaf de kust. En ik kan nog die Megalodons killen. Maar ik vind dit wel ziek, hoor. Dit is prachtig. Dit is ook heel snel. Ze kunnen hiermee ook wat sneller scouten en ook wegkomen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat we gewoon een angler gaan tamen. Alleen die zit wel een beetje in een haaiengebied. Dus daarvoor moet ik wel oppassen. Oh ja, dit is ziek. Hoe zou dit er dan uitzien? Zo! Oké. Zo, ik neem wel de nodige vijanden met me mee. Hallo? Hallo? Niet boven water gaan, alsjeblieft. Zijn er nog plekjes waar ik lekker mijn dingen kan parkeren? Of? Wow, je kan hier helemaal onder. Dit is echt geen verkeerde plek, trouwens. Oh, alleen... Ja, nee, laat maar. Het gaat nog redelijk diep. Anders bouw ik dit dicht. Ja, nee! 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 Stomme aal! Nou, ik kan ze nog op de geheime plek neerzetten. Maar goed, voor nu laat ik het hier even bij, jongens. Dit was de aflevering voor vandaag. Ik weet even niet wat we gaan doen met de raid. Zoals ik zei, we moeten ons eigenlijk gewoon nu beter voorbereiden. Maar ik wil wel eigenlijk mijn waterdienst goed beschermen. Dus daar moet ik ook even over nadenken hoe ik dat ga doen. Want we zitten nu in het diepe water. Hey, thanks voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Vergeet niet om te kijken op hoodiestrips.nl. En vergeet natuurlijk niet om een like achter te laten.